Goedenavond, dit is Pathé Leidsche Rijn Utrecht en naast mij staat Patrick de Neef van de Nederlandse Bank. Hij is Head of Innovation en mijn eerste vraag aan Patrick is, je hebt het gehad vandaag over Smart Supervision tegen het jaar 2025. Wat bedoel je daar precies mee? Ja, dat is een goeie. Nou, smart zit natuurlijk het woord zoals smartphone ook in. En we hebben deze term gekozen omdat wij eigenlijk zowel binnen onze organisatie als daarbuiten mensen willen inspireren waar we heen gaan. We zijn ervan overtuigd dat technologie echt een verandering in de maatschappij beweeg brengt. En dat wij dat dus ook als toezicht moeten transformeren. In 2025 zullen we iets anders moeten doen dan nu. En net als de smartphone een transformatie was in niet alleen bellen, maar ook hoe je hele leven eigenlijk organiseert. Heel veel loopt via die smartphone. Nou, dat principe, dat willen we ook vangen in onze strategie. Dat zou eventueel kunnen betekenen dat je in 2025 gewoon over de schouder meekijkt bij grote financiële instellingen, vermogensbeheerders, verzekeringsmaatschappijen, etc. Is dat echt de bedoeling dat je minder rapportages op je desk krijgt en meer gewoon ter plaatse via technologie de controles doet? Nou, dat is een mooi voorbeeld. Hè. We noemen het real-time toezicht. Nu is het een concept. We zijn het aan het verkennen, ook met de sector, om te kijken van ja, dat zitten voordelen en nadelen aan. Maar we kijken natuurlijk nu ook over de schouder mee. Alleen is het heel zichtbaar en het is gepland en je komt langs. En je kijkt naar zo'n deel van de totale dataset. En we willen er inderdaad graag naartoe dat we meer data vaker kunnen inzien, zodat ook de rapportagelast lager is. Maar dat hebben we niet in eigen hand. Hè. Er zit ook nog een Europees stelsel van afspraken achter. Dus dit zijn we eerst samen met onze Nederlandse sector in kaart aan het brengen van wat is nou real-time toezicht, wat kun je ermee, waar moet je voorzichtig zijn, want we willen niet op de stoel van de bestuurder gaan zitten. Maar we gaan wel meer met data doen, dat is duidelijk. Zou dus in principe ook kunnen betekenen dat financiële instellingen minder gaan betalen aan toezicht? Doelmatigheid is altijd iets wat ons gevraagd wordt. En toen wij met de digitale strategie begonnen, was ook de vraag van oké, nu investeren en later goedkoper. Ik denk de realiteit en iedereen die in IT investeert weet dat het is niet eenmalig investeren. Hoe meer data er is, het omgaan met die data kost ook tijd en capaciteit. En de kennis betekent schaarste in de markt en betekent ook kosten. Dus het is niet zo dat toezicht per se goedkoper wordt. We zullen wel doelmatiger kunnen zijn doordat we minder tijd kwijt zijn met dingen opzoeken, data opzoeken, zelfverzamelingen van data bij elkaar brengen. Dat zal veel meer automatisch gebeuren, zodat de toezichthouder echt naar de risico's kan kijken. Maar die risico's veranderen ook doordat er meer met technologie gewerkt wordt. We hebben het vandaag ook gehad over innovatieve producten, innovatief toezicht. En een van de innovatieve producten is natuurlijk de blockchain technologie. Ik ben zelf geen ingenieur, dus ik weet er echt niet veel van. Maar ik weet wel dat er een bitcoin is. En ik volg ook wat er links en rechts gebeurt. Ik weet ook dat er heel veel mensen hun broek gaan scheuren straks aan die bitcoin. Als toezichthouder ten opzichte van bitcoin, praten jullie over een asset? Of is het zo dat jullie praten over een currency? Dus een currency waarin je dus ook gewoon kunt handelen? Ja, dat is altijd een gevaarlijke vraag voor toezichthouders. Kijk, uiteindelijk, op dit moment is er nog veel in wording en in ontwikkeling. Dus ook onze, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik onze exacte beleidslijn niet exact weet. Dus laat ik voor mijzelf spreken. Kijk, Bitcoin is een vorm van innovatie waarin je bepaalde type betalingen makkelijk mogelijk maakt met bepaalde risico's over bijvoorbeeld criminaliteit die makkelijker zijn weg kan vinden. Wij kijken, als je naar de wetgeving kijkt, wij kijken naar de handelaars die de platformen die cryptocurrencies mogelijk maken, de handelaar in. Daar is nu toezicht op. Nou, daar is veel over te doen geweest, maar dat is heel beperkt toezicht. Die registratieplicht die daarbij hoort, zal ik maar zeggen, daar zijn we nu mee bezig. Als je mij vraagt van, is Bitcoin de toekomst? Nou, persoonlijk, ik weet het niet. Ik weet wel dat innovatieve producten meestal opgevolgd worden door iets nog innovatievers. Dus de evolutie die hier zal plaatsvinden is interessant om te volgen en die volgen wij dus ook. Centrale banken zijn ook met hun eigen cryptocurrencies bezig. Central Bank Digital Currency heet dat. En daar zijn we dus ook aan het verkennen van, hey, wat kan een cryptocurrency in een gereguleerde omgeving betekenen? Er is ook nog geen antwoord op van hoe dat precies werkt, maar we zijn wel degelijk hiermee bezig. Dus het feit dat er blockchain is als technologie en zoiets als cryptocurrency, dat heeft de aandacht. Ik denk zelf, als je naar toezicht kijkt nu, is de techniek van blockchain heel belangrijk om te begrijpen, want hij wordt toegepast in allerlei smart contracts en andere vormen van handel, waardoor eigenlijk je beheersing als organisatie beter wordt.
Nou, en daar moeten we ook verstand van hebben. Maar dat vraagt wel wat van onze mensen. Dankjewel. Zover, ik zou zeggen, wordt vervolgd. Ja, jullie ook bedankt.